Hoe bijzonder is het komende shorttrackjaar voor jou met die Olympische Spelen? Nou, het is sowieso fantastisch dat we weer alle wereldbekers kunnen gaan rijden. Dat we weer kunnen gaan racen internationaal in plaats van alleen maar op het EK en het WK. En dat belooft gewoon heel erg mooi te worden. Maar iedereen kijkt natuurlijk uit naar de Spelen in Beijing. Absoluut. Maar ja, we moeten ons eerst nog plaatsen op de wereldbekers. Dus voor ons is het hoofddoel natuurlijk de Olympische Spelen. Belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Wilt daar maar één ding, dat is gewoon goud. De concurrentie is moordend, hè, bij de mannen. Het is nog niet vanzelfsprekend dat je naar de Spelen gaat. Nee, het is zeker niet vanzelfsprekend. En ik denk dat het alleen maar goed is. Voor mijzelf is het goed. Ik word uitgedaagd in trainingen en tijdens wedstrijden in Nederland. En ik denk dat ik dat alleen maar nodig heb om beter te zijn in aanloop naar de Spelen. Droom je nu al van de Olympische Spelen dit jaar? Het zit wel in mijn gedachten, ja. Ik wil wel echt graag naartoe, ja. En hoe bijzonder zou het zijn? Want je bent nog zo jong. Je bent nog maar net bij de nationale selectie. Ja, ik denk 3 jaar geleden was ik echt nieuw eigenlijk in het schaatsen. Ik was nog niet echt mee aan het doen. Dus het is best wel bijzonder voor mij, ja. En nu ben je een van de uitdagers misschien wel van Shinky Knecht? Ja, zo zie ik het ook wel, ja. We gaan om hem te verslaan natuurlijk. Ik moet er gewoon staan op de juiste momenten en dat is heel belangrijk. Maar voel jij druk dan op je schouders? Want jij zegt dat ik moet er staan op de momenten dat het moet. Ja, nou zeker. Ik vind wel dat ik aan mijn stand verplicht ben om goed te presteren tijdens die 4 kwalificaties in Nooijen. En ja, ik denk dat we met z'n allen daar het maximaal haalbare eruit moeten halen. En dan zal de een iets harder moeten werken dan de ander, maar dat is niet erg. De druk staat op mij, maar dat was vorig jaar ook zo. En dat was het jaar daarvoor ook zo. En het jaar daarvoor was dat ook zo. Dus ik heb nu wel al 3 seizoenen, weet ik een beetje hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik denk dat ik daar wel... Nou, ik voel me daar wel rustig en stabiel bij. Ja, je hebt ook bewezen dat je daarmee om kunt gaan, hè? Ja. Is dat een fijn gevoel met het oog op die Spelen nu? Ja, dat geeft natuurlijk wel geeft natuurlijk een stukje zekerheid. En ik kan met heel veel vertrouwen werk ik naar de Spelen toe, omdat ik weet wat er komen gaat in grote lijnen. En dat is wel, dat geeft veel rust. Dus je staat te popelen, denk ik, voor de eerste Invitation Cup in Heerenveen. Ik heb er niet normaal veel zin voor. Niet normaal veel niet zin normaal in? Niet normaal veel, ja. Echt heel veel.